Nou, er zijn in eerste instantie één voertuig is er gemeld. Toen meldde de eigenaar met een tweede telefoontje dat de brand uitslaand was. Toen is er gelijk opgeschaald naar middelbrand. En dat betekende dat er toen een tankauto bijgekomen is, een blusvoertuig bijgekomen is en een ladderwagen. En toen stond u hier, u was natuurlijk druk bezig met die brand, en toen kreeg je nog een melding. Dat is correct. Tijdens het blussen van deze brand, ongeveer een uur na de eerste melding, werd er een tweede brand gemeld hier ook in Gent. Ja, er was een derde voertuig gealarmeerd voor deze brand. Die was niet ingezet en die is direct naar de betreffende brand gegaan. Nee, brandweer heeft de zaak opengemaakt. Er waren geen personen aanwezig in het pand. En het pand stond vol rook. Er was een kleine brand en de politie onderzoekt de oorzaak. De dakbedekking op dit pand is golfplaten. Vermoedelijk zit daar asbest in. Op dit moment is er een onderzoek gestart om te kijken of er ja of nee asbest in zit. Mocht er asbest in zitten, dan wordt het terrein afgezet. Tot in ieder geval de dooi intreedt, dan kan er opgeruimd worden. En voor de omgeving, directe omgeving, is er verder geen nadelige schade of gevolgen.